Welkom in sessie 129 van het OLOT-Pot 2 vanuit de kleine mobiele studio 11, waar wij aanvang nemen met het onderdeel operationeel onderzoek als derde deel van het OLOT-Pot 2. Laten we voordat we daarin vliegen, misschien toch eens eventjes overlopen hoe ver we al gekomen zijn en waar we nog naartoe moeten. Wel, wij hebben inderdaad uh, tijd besteed en aandacht besteed en inhoudelijk dus bezig geweest met kansrekening. Dan hebben wij gepraat en zaken bekeken over graven en bomen. En dan komt nu het derde deel van dit OLOT, pot 2, en dat is dan operationeel onderzoek. Ik heb hier geschreven inleiding tot operationeel onderzoek, want ja, de les is bezig, zou ik zeggen. Je zal merken dat er veel meer te vertellen valt over operationeel onderzoek dan hetgeen dat wij samen gaan zien en hetgeen dat je dan ook desgevallend moet kennen voor het examen. Ah, is dat dan niet zo met kansrekening en graven en bomen? Wel ja, toch niet in dezelfde mate. Hè. Dat zullen we dan allemaal gaan uitvloeien. Maar goed, laten we proberen naar de essentie te komen. Misschien hier toch nog even dus overzichtelijk welke sessies uh, van dus in de playlist uh, besteed worden aan welk topic, aan welk onderwerp. En dus je ziet dat er een, een censuur is na sessie 43, want dan begint Graven en Bomen. En nu zitten we bij 129, begint operationeel onderzoek. Waar het gaat eindigen? Wel. Joost zal het weten, want daar zijn we nog niet mee klaar. We zijn er net mee begonnen. Let op, zoals je zelf al wel gemerkt hebt, er zijn nog een paar extra sessies met examenvragen of delen van de examenvragen die in, uh, uh, achteraan nog toegevoegd zijn. Die ook opgenomen zijn speciaal voor u. Voilà, dat is het een beetje. Wel, uh, als we dan toch over operationeel onderzoek willen gaan praten, het volgende. Dus uh, ik ga hier ook in de sessies. Uh, deels uh, uh, een, een boek dat op het internet te vinden is, volg als je googelt, gaat je dat zeker kunnen vinden. Dat is een gratis boek. Uh, ik heb wel gezien dat de, de methode om het te kunnen verwerven veranderd is. Je moet je dus registreren en krijgt dan een, een tijdelijk account. En ja, downloaden is ook iets uh, uh, moeilijker gemaakt, maar het, het gaat nog altijd. Je kunt nog altijd de delen die je wilt bekijken, zeker downloaden. Omdat ik dan eigenlijk naast. Uh, de lesnotas, dat uh, boek gebruiken, omdat eigenlijk de lesnotas daar, zoals u het merkt, wel deels uh, ja, uh, parallellen vertonen. En het geeft dan de mogelijkheid om extra oefeningen uh, te kunnen maken naast degenen die al zijn uitgelegd. Want kijk, dan staan we echt nu wel helemaal klaar voor uh, uh, operationeel op onderzoek. We zitten daar op pagina, ja, ik weet niet welke pagina dat is. Het staat op die pagina zelf er niet bij, maar ik denk dat het in de buurt van de 150 is. En laten we daar dan maar in in de volgende sessie.